Aan de achterkant van woonwarenhuis IKEA aan de Sontweg is vanmiddag een grote telescoopkraan omgevallen. Voor zover bekend raakte niemand gewond door het omvallen van de kraan. Ook de bestuurder van het voertuig lijkt met de schrik te zijn vrijgekomen. Een deel van de kraan is op een gasleiding gevallen. Er waren daarom veel hulpdiensten aanwezig om de schade te onderzoeken. Ja, tijdens werkzaamheden op het dak van de IKEA is een kraan omgevallen. Die is omgevallen op een gasleiding. Dat zijn wij nu aan het onderzoeken of de kraan daadwerkelijk de gasleiding heeft geraakt. En daarom hebben wij opgeschaald als brandweer naar een multidisciplinaire afstemming. Dus daarom zijn we hier met heel veel hulpdiensten. Het is nog onduidelijk waardoor de kraan kon omvallen. Op dit moment is de oorzaak voor de brandweer wat minder relevant. Ons doel is nu vooral ervoor zorgen dat er een veilige omgeving is, zodat mensen hun auto's weg kunnen halen. Dat is nu op dit moment de focus en daarna gaan we onderzoeken hoe dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. IKEA ging uit voorzorg dicht. Ja, de IKEA is eigenlijk daarop ontruimd. Dat hebben ze heel snel gedaan en de IKEA zelf is op dit moment vandaag dus gesloten. Klanten hadden pech, want sommigen konden niet bij hun auto komen. We zijn net klaar met shoppen, gelukkig. We waren net afgerekend. En iedereen moest de IKEA uit, dus we mochten niet weg, zeg maar. Of waar de auto eronder staan. Was helemaal afgezet met lint, dus we mochten er niet uit. Ja, nu worden we opgehaald, dus de auto blijft hier vandaag waarschijnlijk staan. En die wordt morgen vroeg weer opgehaald. Aan het einde van de middag bleek dat de gasleiding niet was geraakt en daarom werd de omgeving van IKEA weer vrijgegeven.